Woensdag 15 juli was de fotopersdag van Vitesse. De dag kenmerkte zich door een informeel en gezellig karakter. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om de nieuwe Turkse aanvaller Sinan Kaloglu met Tolk en de hoofdtrainer Theo Bos een aantal vragen te stellen. Bochum kulübünden geldim. Hij komt van Bochum. Sözleşmem kontratım devam ediyordu Bochum kulübüyle. Hij had nog een contract bij Bochum. Türkiye'de dönebilirdim. Almanya'da değişik takıma da gidebilirdim. Hij kon ook terug naar Turkije of bij andere ploegen in Duitsland. Ama ben Vitesse de oynamak istedim ve buraya geldim. Maar hij wil hier gaan voetballen en hij is gewoon hier naartoe gekomen. Waarom heeft u voor Vitesse gekozen? Niye Vitesse seçtim? Vitesse'nin oyun şekli, oyun anlayışı, Hollanda futbolu benim tarzıma daha yakın bir tarzda bir lig. De speelstijl van Vitesse ligt hem beter, denkt hij, en de Nederlandse competitie ook. Ve Vitesse takımı çok iyi oyuncuları piyasaya çıkarmış bir takım. En Vitesse heeft altijd een goede opleiding gehad en elke keer goede spelers verkocht. Ve 2 senedir de beni takip edip istiyorlar. En al 2 jaar volgen ze hem en ze willen hem, ze wilden hem heel graag hebben. Dus. Bu da burayı seçmemde bir etken oldu. Ben forvet oyuncusuyum. Hij is spits. Ofansif olarak değişik bölgelerde oynadım bugüne kadar. Hij heeft overal voorin gespeeld. Önde oynadım, sağda oynadım, solda oynadım. Rechts, voorin of links. Gol atan ve attıran bir oyuncu oldum her zaman. Hij is iemand die scoort en anderen laat scoren. Nou wonen in Arnhem wonen veel Nederlanders van Turkse afkomst. Denkt u dat ze nou komen kijken nou? Arnhem'de çok Türk insanlar var. Şimdi ne düşünüyorsun? Onlar gelir mi bakmaya? Dün Arnhem'i biraz gezme şansım oldu. Gisteren heeft u een beetje in de stad gelopen. Karşılaştığım Türklerden çok güzel tepkiler aldım. En heeft een paar Turkse mensen gezien en die waren wel positief om te komen. Theo, je bent vorig jaar in de tweede helft van het seizoen gekomen bij Vitesse. Toen is het met Vitesse weer een stukje beter gegaan. Daarvoor was het ja, volgens sommige journalisten een puinhoop, maar dat is misschien overdreven. Je dacht aan lekker elftal. Gaat van Wolfs, Hinkel gaat weg. Kuiper gaat weg. Moet je weer opnieuw beginnen. Ja goed, maar dat is de tragiek van een club als Vitesse op dit moment is. En dat is eigenlijk een kettingreactie vaak richting clubs naar boven toe. Wolfswinkel en onze vriend Kuiper, die zijn allebei doorgekomen uit de jeugd. Hebben een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Kuiper is eigenlijk sinds mijn komst echt doorgebroken. In het eerste elftal heeft een aantal goede wedstrijden gespeeld als linksback. En Ricky eigenlijk het hele seizoen gespeeld als spits. Jongens die volop in de ontwikkeling zijn, maar al interessant genoeg zijn voor andere clubs. Nou, als die clubs dan gaan betalen wat wij willen hebben, dan kunnen we ze niet tegenhouden. En dan willen we ze ook niet tegenhouden. Dus wat dat betreft is dat vervelend. Aan de andere kant is het zo dat wij ons ook weer kunnen versterken daardoor. We hebben Lasse Nielsson definitief vast kunnen leggen. We hebben Sinan Kaloglu als nieuwe spits kunnen aantrekken. Nou, dat zijn allemaal jongens die jong zijn, ook 6, 27 jaar. Maar al wel wat meer ervaring hebben dan bijvoorbeeld van Wolfswinkel. Dus ja, op zich hoeven we daar niet minder van te worden. Is trainerschap volgens jou nou wel of niet frustrerend als je elke keer weer met een nieuw elftal moet beginnen? Nee hoor, dat is ook het mooie van het vak. Hè? Dus als je alsmaar door kunt borduren op dingen die al staan, dan hoef je zelf eigenlijk niet meer zoveel te doen. En nu moet je elke keer opnieuw beginnen. Dus is elke keer ook weer je eigen ideeën overbrengen op de spelers. En dat is eigenlijk alleen maar leuk. Je hebt net je contract verlengd. Tot welk jaar? Tot 2012. Tot de zomer van 2012. Dat betekent dat ik vanaf nu nog 3 seizoenen de leiding heb over het eerste elftal. Was dat een verrassing voor je dat het contract zou worden verlengd? Nou goed, verrassing niet meer op het moment van vandaag. Die gesprekken lopen al een tijdje uiteraard. En, ja, dus wat dat betreft wel verrassend dat Vitesse zo snel mijn contract open wilde breken. Naar aanleiding van het goede eerste half jaar hebben ze gemeend om samen de toekomst in te gaan. Dus en, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Met mijn accent.